1708 is die samenvaren en die zetten we daarop. En dan 1709, dat zijn die twee, is die vaaslijnen. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Goed dat je gekomen bent. Zeg, de veiling is morgen al? Ja, en de collectie van de Van Lippenswijs komt als eerste onder de hamer. Ik vond het al zo gek dat ik niets van jullie hoorde. Meestal reageren jullie meteen op zoiets. Nou, ik geloof dat de brievenzoek raakt of zo. Waar gaat het om, Chris? Ja, niet eens zo'n hele mooie. Maar ga mee, je hebt er tenslotte meer verstand van dan ik. Oh. Nee. Doe dat niet. Zo'n Chris is niet wat je denkt. Kijk. Niet voor niets heeft hij de vorm van een slang. Een mythische slang. Ach, ik krijg hier zoveel Chrissen en heel wat mooier ook nog. Waarom heb je voor deze dan eigenlijk speciaal het instituut gebeld? Nou, omdat het zo'n oude is. Volgens Van Lippenswaai dateert hij uit de 15e eeuw. Hoe is hij eigenlijk in Nederland terechtgekomen? Nou, dat moet vlak na de oorlog gebeurd zijn. Van Lippenswaai heeft hem sinds 1950 in zijn bezit. Ik geloof dat het iets bijzonders is. Goed dat je hebt opgebeld. Iets heel bijzonders. Al geloof ik niet dat hij zo oud is als Van Lippenswaai wel denkt. Mag ik die informatie van je overnemen? Tuurlijk. Neem maar mee. Ik heb trouwens ook nog wat foto's voor je. Die zaten ook bij mijn brief. Oh ja. Dank je. Ja. Voor jou mag zo'n Chris dan gewoon een wapen lijken. Voor mij is dat toch even iets anders. Ja, dat zie ik. Dank je wel. Nou ja, als je een jaar of wat met de Javaanse cultuur bezig bent, dan krijg je daar toch een bepaald gevoel voor. Nou, dat heb ik anders helemaal niet en dat is me goed ook. Morgen gaat hij onder de hamer. Zonder, pardon, we zetten hem in op 2000 gulden. 2000? 2000. Dat mag ik dan wel even opnemen met het instituut. En dan maar hopen dat er geld voor is. Anne, laat alles liggen, kom mee. Waar naartoe? Bibliotheek. Schat, kom mee. Wat heb jij? Haast. Het is bijna 5 uur, we gaan sluiten. Oh, 5 minuutjes maar. Meneer Van Rooyen. Ik heb maar 4 of 5 boeken nodig en ik weet precies waar ze staan. Nou ja, vooruit dan maar. Dat u het bent. Ja, deze. Deze. Niets. Wat nu? Ik weet dat professor Smit thuis 4 echte mathematams heeft. Hij ziet je aankomen, zeg. Het is 10 uur. Oké, ik ga wel even bellen. Misschien is hij zo gek.
weet het niet, hè. Ik heb toch zo'n gevoel dat het een heel bijzondere quiz is. Ja, een gevoel. Daar kan het instituut moeilijk van uitgaan. Pak ze een sigaret voor me. Hé, lekker intrekje. Toch zul jij eens wat minder moeten roken, Anne. Had ik maar meer tijd. Morgen gaat hij onder de hamer. En ik vergeef het mezelf nooit als ik later ontdek dat het een echte Matamaram is. Anne Wielinga, mijn secretaresse. Oh, maakt u het? Ik moet zeggen dat u over heel wat overredingskracht beschikt. Een hele tour om mij zo lang nog op te houden. Maar goed, laten we er maar even gaan kijken. Ach, wat dom van me. We moeten ergens anders zijn. Deze maar eens. Dank u. Wilt u de foto's onderwijl even bekijken, alstublieft? Zie je wel dat ik gelijk heb? Nou, Anne? Die vorm? Waar doet je dat aan denken? Ja, dat is kenmerkend voor een echte Matamaram. Jongeman, als het een echte Matamaram is, zou ik me van tevoren maar eens goed laten informeren over de herkomst. Daar is helaas geen tijd meer voor. Als u maar weet dat sommige van die oude krissen geladen kunnen zijn met een, laten we zeggen, geheimzinnige energie. Krachten die ons kunnen helpen of tegenwerken. We moeten weer terug naar Amsterdam. Ik wou graag de directeur nog even spreken. Die moet tenslotte beslissen, niet ik. Je bent er zeker van? Absoluut. En wij hebben zo'n exemplaar niet? We hebben er een gehad die op deze leek, maar die is op verzoek van de Indonesische regering teruggestuurd. Oh. Maar als Leiden er vier heeft, hadden ze er niet beter een naar Leiden kunnen varen? Nou, die van ons had een speciale betekenis. Het ging ze niet om de antieke waarde. Mm, je bedoelt de magische betekenis? Dat zeiden ze wel niet met zoveel woorden, maar daar kwam het wel op neer, ja. En deze, wat is de waarde hiervan? Tja. Nou? Er zijn geen kostbare materialen in verwerkt en ook geen stenen, als u dat bedoelt. Nou, de waarde van dit soort kristen wordt meestal bepaald door de ouderdom, door de kwaliteit van het lemmet en de manier waarop het is gemaakt. Van Rooien, wil je er niet omheen draaien? Weet je het of weet je het niet? Ik wou dat ik maar meer wist over de herkomst. Ik heb gewoon domweg de tijd niet gehad om dat uit te zoeken. En wat adviseert professor Smit eigenlijk? Die denkt dat het in ieder geval een Matamaram is van origine, ja. Hmm. Ik weet ook niet wie er allemaal op die veiling komen morgen, maar
Hij wordt ingezet op 2000 gulden, dat weet ik zeker. Het is wat de gek ervoor geeft. Ik zal het kort maken, Van Rooyen. Je mag tot 4000 gulden gaan, maar niet meer. Afgesproken? Maar... 4000 gulden en geen cent meer. Ik moet zeggen dat ik enthousiaste medewerkers heb. Bijna middernacht en nog op pad voor het instituut. Ik gooi er even uit. Gulden is daar links geboden. 2000 gulden. 2100. 2200. 2300 is links achteraan. 2400 gulden is mevrouw hier links. 2500. 2500 gulden. Niemand meer dan 2500 gulden. Niemand. Meneer Van der Leg. Dan krijgen we nu nummer 57 van de catalogus. Dat is deze Indonesische kris, mogelijk 15e eeuw. Ja? Laat maar zien. Daarvoor moet ik zeggen 2000 gulden. 2000 gulden hier geboden. 2100. 2100. 2200. 2300. 2400 gulden is tegen de muur. 2500 gulden is daar rechts. Daar gaan we. 2600 gulden is daar links. 2700. 2800. 2800. 2900 is daar. 3000 gulden is daar links. 3100. 3200. 3200 gulden is daar. 3200, 3300, 3400, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000 gulden, 4100, 4100 gulden is daar links, 4200, 4200, 4300, 4300 gulden, 4400. 4.500, 4.600, 4.700, 4.800 gulden is daar rechts, 4.900, 5.000 gulden, 5.100, 5.200, 5.300 gulden is daar rechts. 4.000 gulden is de limiet, dat weet je toch? Meer dan 5.300, 5.400. 5500 gulden is daar rechts. 5500, 5600, 5700, 5800, 5900. 6000 gulden is daar links. 6100. Je komt in moeilijkheden. 6200. 6200 gulden. Niemand meer dan 6200 gulden. 6300. 6300 gulden is daar rechts. 6300 gulden. Niemand meer dan 6300 gulden. Niemand. Roepinstituut. Gaat het? Grote broer. Gekocht? Ja. 6300 gulden, Mark. Met veiling kostte erbij 7500. Nee. Is dat waar? Ik weet niet waarom ik het deed. Wij gaan even wat drinken. Ga je mee? Ja. Daar zal ik nog een heleboel over horen. Dat is zeker. Ja. 7500 gulden. Dat is 3500 gulden te veel. Wat ga je nou doen? Weet ik nog niet. Wat krijgen wij nou?
dat ik u ander rondje verstoor. Misschien maak ik een minuutje van uw tijd. Wat mag het zijn, meneer? Niets. $7500. Een heleboel geld voor een Chris. Verzamelt de Chris. U? $7500 is voor mij een bagatel. Voor u jong. Nee, dat kan ik niet zeggen. Misschien bedenkt u ze nog een keer. Wie weet heeft u achteraf wat spijt. Hoezo? Ik bid u $7500 voor het Chrisje. En nog $500 voor de moeite. Nee, meneer. Ik heb wel iets beters te doen. Mag ik even bellen? Gaat er aan, meneer. Nee, dat weet ik, maar ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb hem gewoon gekocht. Op een gevoel, ja. Hij belt vast met Van Manen. Ja, wie? Onze directeur. Ik begrijp het heel goed, maar... Wie was dat eigenlijk? Die was ook op die veiling. Wilde ook die Chris. Je bent er niet mee? Oké, bedankt. Dag. Hoeveel was het? 25 miljoen. Leg ik even op tafel neer, oké? Je hebt Van Manen gebeld? Ja. Wat zei hij? Was hij kwaad? Oh, nee, hij was niet eens zo kwaad. Hij zei, als je er zo van overtuigd bent dat het iets bijzonders is... dan zoek je dat maar uit en dan bewijs je het maar. En dan kunnen we altijd nog zien. Dan? En anders haalt hij het af van mijn salaris, beetje bij beetje. Zei hij dat? Ja, dat zei hij. Maar dat zien we dan wel weer. Kom, ga ik Chris meteen halen. En verder dat het iets bijzonders is. Heb je alles? Ja. Oké, kom.